Ik zei altijd Marita is mij, zij is een danser. Zij heeft gedanst als een klein dochtertje en op zoveel manieren dans zij nog steeds vandaag. Chris hier behind the scenes, is het goed met je? Dit is goed. Oké, dat moet ik nog niet draaien. Zij is mijn vrijgeest. In haar rolstoel heeft dit nooit weggevat. So, ik wil dit graag vastmaken. Ik wil graag haar afneem buiten dit en los van dit. So, ek en Mariette is al vriendinne van het ons 13 jaar oud is. Sy was die nieuwe meisje op school en ons is net onmiddellijk goeie vrienden geworden. Ons het een baie lekker vriendskap, ons is deel van een lekker vriendenkring. Saam kunst gehad, saam deur die hoërskool, saam deur die liefdes. Ek was die fotograaf op haar trouwe, so ons kom al een baie lang pad saam. Soms so maak, verstaan. Ek soos altijd, jy voel vir my soos een danser. Maar ik heb baie beplan hoe we ons dit gaan doen, want ik wil graag losmaak van haar rolstoel. En ik wil foto's neem van haar man Davy, waar die stoel nie tussen hulle is, nie wat hulle by mekaar kan wees. Want ik wil die foto's ook neem op so'n manier dat sy, dat het so natuurlijk as moontlik kan wees, ten spijte van die feit dat ons baie goed moes in plek sit om het recht te maak. So, dit is nou al 10 jaar na die ongeluk. Maar Mariette en Dobby was 'n jaar getroud toe dit gebeur het. En ek was daar vir 'n baie groot deel van die rehabilitasieproses. En wat ek kon sien, hoe sy en Dobby net, het hulle die eenheid geword. Hulle saam staan hulle net so sterk. Sy is merkwaardig. Ek kon sien hoe sy besluit om te lewe, hoe sy besluit om gelukkig te wees en hoe sy elke dag opgestaan het reg om teen haar Goliat te beklei. Toen ik begin het met fotografie, was mijn mikpunt nooit om een van de bekende fotograaf te wees nie. Mijn liefde voor fotografie het begin omdat ik mensen wil afneem wat in mijn leven was. Die mensen die goed waarvoor ik lief is. En dat is eigenlijk waar alles van mij begin het. So uit die oogpunt uit, denk ik dat hierdie fotosessie wat ik met Marie het gedoen het, is zeker een van die speciaalste goed wat ik in mijn leven kon doen. Want dit het alles weer bij elkaar gebring. Dit is een story wat jy met jou werk is om te vertel. Sy is iemand wat ek ontzaglik baie na opkyk. En ek denk wie sy is, is sy inspirasie. En dan ook is dit weer my mense. Dit is iemand wat saam met my groot geword het. En ek is bevoorreg om haar story te kan deel. Ja, wat moet jy?